Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe webinar van Lab9 Pro. Ik ben Zeno Verschaven, Marketing Manager bij Lab9 Pro en vandaag hebben wij een nieuwe webinar voor jullie klaar. De onmisbare add-ons in Microsoft Office 365 van Adobe Creative Cloud. Zoals jullie misschien reeds wisten of weten, zijn er heel wat add-ons beschikbaar binnen Microsoft 365 als ook deze van Adobe. En vandaag staan we hier uitgebreid bij stil. De afgelopen jaren heeft Adobe samen met Microsoft heel wat inspanningen geleverd om software toegankelijk te maken. En ze hebben ook geïnvesteerd in tools waarop dat we eigenlijk onze creativiteit kunnen gaan verhogen en ook het samenwerken kunnen gaan verbeteren. Dankzij deze vooruitgang is het vandaag mogelijk om in Adobe Creative Cloud diensten of met hun diensten heel wat efficiëntie te gaan integreren binnenin de producten van Microsoft 365, dus binnen jullie Word en PowerPoint en Microsoft Teams. Die integratie zorgt er onder andere voor dat jij als grafisch vormgever of marketing specialist de branding van jouw bedrijf op een uniforme manier kan gaan doortrekken in deze applicaties zoals Word en PowerPoint. En dit allemaal onder andere dankzij de Adobe Creative Cloud Libraries. Ook wij zelf hier bij Lab9 Pro maken reeds gebruik van deze add-ons bij ons sales team bijvoorbeeld. Heel wat logo's en templates staan daarin beschikbaar en ons sales team kan dat dan gebruiken. En zo hebben zij ook altijd de laatste versie van onze logo of een bepaalde template, want dat willen we toch als vormgever of als marketeer. Daarnaast is het ook mogelijk, dankzij Adobe, dat we Adobe Fonts kunnen gebruiken in Microsoft Word. Dus als je een font hebt gevonden op Adobe Fonts en je wil gaan gebruiken in Word, is dat ook perfect mogelijk om dat dan te gaan gebruiken binnen Microsoft 365. En Adobe Stock is natuurlijk niet te missen in deze koppeling, zodat je altijd mooie beelden kan gaan gebruiken binnenin een PowerPoint-presentatie. Ziezo, dit is de korte introductie van deze webinar voor vandaag. Ik zal zelf de webinar niet geven, maar daarvoor hebben wij onze collega Vincent van der Meren bij ons. Hij is Adobe Creative Cloud Specialist en trainer bij Lab9 Academy. Hij heeft vandaag voor jullie een volledige demo samengesteld over de mogelijkheden van deze add-ons en hoe we deze gaan gebruiken. We nemen de webinar ook volledig op, dus mocht je enkele zaken gemist hebben, kan je dat achteraf gaan bekijken. Je zal niet vandaag helaas de opname kunnen krijgen wegens tijdgebrek bij ons hier intern, maar deze mogen jullie in de loop van morgen verwachten in jullie mailbox, zodat jullie alles kunnen herbekijken. In ieder geval, mochten er vragen zijn tijdens de webinar, stel die dan gerust in onze Q&A. Sommige zaken zullen we textueel beantwoorden, andere zaken zullen we aanklikken als te live beantwoorden. En dan zal Vincent hierop ingaan op het einde van zijn webinar. Ziezo Vincent, het woord is aan jou. Oké, bedankt Zeno. Goedemorgen iedereen. Bedankt voor de mooie introductie alweer. Wekelijks verzorgt Zeno deze bijzonder goed. Dus zoals mijn collega Zeno al gezegd heeft, vandaag gaan we het hebben over de uniforme branding dankzij de integratie tussen Adobe en Microsoft. Ik heb er een aantal uitgehaald. Ik heb geen tijd, jammer genoeg, om ze allemaal aan te halen. Maar ik ga me vandaag focussen op Word, PowerPoint en Microsoft Teams. Teams is heel erg in opgang sinds de COVID-periode, zoals jullie ongetwijfeld wel weten. En in Word ga ik me vooral focussen op de Creative Cloud Libraries en Adobe Sign. Voor de mensen die Adobe Sign niet kennen, dit is eigenlijk om zaken rechtsgeldig te laten ondertekenen. Denk maar dat jullie werkgever een contract heeft voor jullie of een car policy die ondertekend moet worden door één iemand of door meerdere personen. Dan kan dit eigenlijk op deze manier worden uitgestuurd en dan is het toch rechtsgeldig ondertekend. Denk maar aan een huis dat je koopt bij de notaris of een eigendom die je koopt. Dan kan dit ook via de digitale manier worden uitgestuurd en is het ook nog altijd rechtsgeldig. Dus Adobe Sign is echt wel puur om zaken te laten ondertekenen. Rechtsgeldig uiteraard. Nu, ik ga daar vandaag niet verder op ingaan. We hebben al reeds webinars gegeven over Adobe Sign. Deze zijn ook online te bekijken op onze YouTube-pagina enzovoort enzoverder. Dus mocht er daar interesse voor zijn, kan ik jullie gerust doorsturen naar daar. In PowerPoint gaan we het dan hebben over ook weer de libraries.
En over Adobe Stock. Voor de mensen die Adobe Stock niet kennen. Adobe Stock is eigenlijk een één grote bibliotheek waar dat je beelden kunt aankopen, video kunt aankopen, audio, zelf templates, zelf 3D-zaken. Dus eigenlijk een hele grote online bibliotheek waar dan de verschillende zaken kunnen aangekocht worden. Maar deze gaan we nu ook integreren in PowerPoint. En dan de beelden kunnen we daar ook direct in aankopen in PowerPoint. Uiteraard moet je wel ingelogd zijn met je Adobe ID, waar dat er een stocklicentie op staat. En dan in Teams, dus zoals ik zei, Teams is heel erg in opgang sinds COVID. Gaan we het vandaag hebben in Teams over voornamelijk Acrobat. Dus stel dat we een PDF zouden doorsturen, dat we die ook eigenlijk binnen Teams kunnen bekijken zonder dat we Acrobat nodig hebben of zelf op onze computer hebben staan. Maar goed, dit is een beetje een korte introductie. Ik hoop dat het na mijn demo zo duidelijk mogelijk zal zijn. Mocht er nog vragen zijn, zoals mijn collega Zeno zei, kan deze achteraf gesteld worden. En dan gaan we er een aantal beantwoorden live en andere dan via mail. Goed, we gaan er gewoon aan beginnen. Ik hoop dat jullie mijn scherm zullen zien. Yes, dat is perfect. Dus we gaan uiteraard beginnen met Word te openen. Zoals iedereen wel kent. Nu, kijk, we zitten hier gewoon in de standaard interface van Word. Ik ga daar ook niks speciaal mee doen, maar ik ga een nieuw document openen. Het maakt op zich niet uit welk document dat we gaan openen. Het werkt bij alle documenten of alle templates die in Word zitten. Nu, ik ga vandaag voor een leeg document gaan. Dat is natuurlijk het makkelijkste. Dus ik ga daarop dubbel klikken, uiteraard. En dan gaan we een nieuw document openen. Voilà, hier is het. En zoals je ziet, ik zit hier gewoon in de standaard Word op Mac weliswaar. Maar de standaard Word-omgeving. Ik heb daar niks speciaal aan gedaan. Er is daar niks aan veranderd. Het is gewoon vanaf nul. Dus je ziet, ik heb alle toeters en bellen zoals iedereen heeft. Maar als we hier van boven naar invoegen gaan, dan kunnen we zoeken naar invoegtoepassingen, hier, voilà. En dan kunnen we zeggen dat we een invoegtoepassing willen downloaden. Dus welke gaan we downloaden? Zoals ik zei, we gaan er van Adobe uiteraard downloaden. Dan komen we eigenlijk terecht op een winkel, zeg maar, of een app store, kan je het omschrijven. En daar kan je heel wat zaken in toevoegen. Ik ga ze uiteraard niet allemaal overlopen. Ik ga uiteraard zoeken naar die van Adobe. En dan zie je dan er eigenlijk drie bestaan van Adobe binnen Word. Ik ga me nu focussen op, stel nu de Creative Cloud. Kijk, dan zie je daar een korte preview. Eigenlijk net hetzelfde hoe dat het op een gekende App Store is. Je ziet ook wanneer dat die is uitgebracht, enzovoort, enzovoort. In welke talen. Ook niet echt onbelangrijk. Je kan eventueel ook nog een beschrijving lezen. Je kan deze openklikken en kijken of het iets voor u is. Maar we kunnen die ook toevoegen. Ik ga even teruggaan. Maar hier kunnen we ze ook direct toevoegen. Dus het is niet nodig om ze altijd open te klikken. Dus kijk, ik ga op toevoegen klikken. Doorgaan. Ik ga nog niks tonen. Maar het zal normaal wel verschijnen. Kijk, het is daar al rechts van boven. Maar we gaan toch nog een keer naar de andere toepassingen kijken. Dus als ik nog eens zoek naar Adobe, dan ga ik nu eens Sign toevoegen. Dus voor uw zaken te ondertekenen, zoals ik daarnet uitgelegd heb. Als we op doorgaan klikken, dan ga je nu zien dat dat ook rechts bovenaan standaard gaat verschijnen. Als we even tijd geven, en normaal gaat dit redelijk vlot. Voilà, kijk, daar is het al, Adobe Sign. Dus je ziet, ik heb nu de Creative Cloud en ik heb Adobe Sign daarnaast. Dus heel gemakkelijk. Als we nu eens kijken naar de Creative Cloud, ja, uiteraard moet je wel inloggen, want anders kan je niet aan jouw libraries of aan jouw bibliotheken. Dus ik ga dit ook even snel doen. Je ziet, ik begin echt vanaf nul, zodat jullie niks tegenkomen dat niet gezien zou zijn. Dus voilà, ik ben hier ingelogd. Ik geef uiteraard ook Word toegang tot mijn libraries, dat Word die kan aanpassen en kan beheren. Want vanuit Word kun je zelf nieuwe bibliotheken aanmaken, zoals je daar van boven ziet. Maar kijk, ik heb hier al mijn bibliotheken. Uiteraard, er zijn er een aantal van opleidingen, enzovoort, enzoverder. Maar hier de bibliotheek van Lab9, die marketing met ons gedeeld heeft, zoals Zeno daarnet ook zei. Ik kan daar zaken uithalen, gewoon daarop te klikken. Ik kan dat perfect vergroten, verkleinen, enzovoort, enzoverder. Stel nu het Lab9 Pro logo zelf.
Dan kan ik die gewoon verplaatsen. Je ziet, ik kan dat ook weer verwijderen. Maar heel gemakkelijk. Zeker als je een marketingafdeling hebt die al een bestaande library heeft, kan dit uiteraard makkelijk aangemaakt worden. Stel nu dat we een keer gaan voor een handtekening. Dan kunnen we ook weer werken met die Send for Signature, dus bij Adobe Sign. Nu, daarover ga ik vandaag niet verder gaan. Daarvoor is er een andere webinar. Dus ik ga hier even terug overschakelen naar PowerPoint. Kijk, en je ziet ook terug, ik doe niks speciaals. Ik open gewoon een lege presentatie. Maakt niet uit op welke ook. Maar in PowerPoint is het ook weer net op dezelfde manier. Full screen uiteraard. Dus je ziet, ik zit hier gewoon perfect in de interface van PowerPoint. En ik heb hier ook de knop invoegen. Invoeg toepassingen. En dan zie je al wat ik erin zitten heb. Ik ga terug naar de store, want hier moet ik ze nog activeren. Dus we zoeken terug naar Adobe. En dan kunnen we Adobe Stock doen, Adobe Sign of weer die Creative Cloud. Stel nu dat we hier gaan voor de Creative Cloud, dan ga je die ook hier zien rechtsbovenaan. Als we hem even tijd geven, uiteraard. Voilà, kijk, daar is die Adobe Stock. En het leuke is nu, ik kan eigenlijk perfect de bibliotheek van Adobe Stock raadplegen zonder dat ik eigenlijk PowerPoint ooit verlaat. Dus als ik mij even inlog, dus terug zoals daarnet. Ik laat hier geen stappen over, uiteraard. Dit is gewoon met mijn Adobe ID. En je ziet dan dat ik ga ingelogd zijn onder mijn account. En dan als ik nu zoek naar auto's, of course, Engelse termen zijn nog altijd beter vindbaar, vind ik persoonlijk. Dan kunnen we eigenlijk perfect een foto kiezen of een illustratie, maar we kunnen die foto aanklikken en we kunnen zeggen licentie kopen of een voorvertoning binnen PowerPoint plaatsen. Kijk, je ziet, je zit daar een watermerk op, Adobe Stock. Maar je krijgt dan direct ook ontwerpideeën van Photoshop. Oh, Photoshop, mijn excuses, van PowerPoint. Dus kijk, we gaan hier bijvoorbeeld een keer een titel maken, webinar. De hoeveelste zijn we vandaag? 4 maart. Ja, maart moet ik wel pakken, niet februari. Goed, ik ga dat nu gewoon even wijden. Als we dan een keer naar bijvoorbeeld mountains, voor daar een foto van een berg bij te zetten, kunnen we die ook terug als voorvertoning importeren in PowerPoint. En dan kan ik die ook terug positioneren. Maar dus je ziet, op een heel snelle manier heb ik al een aantal foto's gevonden. Zeker met die ontwerpideeën aan de rechterkant kan ik heel spelen, of heel makkelijk spelen. Maar al de andere functies binnen PowerPoint blijven wel beschikbaar. Dus ik kan perfect ook nog teksten toevoegen, afbeeldingen, vormen, enzovoort, enzoverder. Dus het is niet omdat Adobe Stock nu daarin zit, dat mijn gebruikservaring anders wordt, zeg maar. Ik ga dit nog even verder uitbreiden. Ik ga er ook het logo van Lab9 opzetten. Ik denk dat marketing mij niet graag zal zien komen nu. Het is nog niet echt mooi, maar goed. Dan weten jullie ook dat dit wel kan. Dus we gaan terugzoeken naar Adobe. Waar staat het hier? Voilà. Adobe Creative Cloud. En als we dit terug toevoegen, dan ga je zien, voilà, daar is hij al, rechtsbovenaan. Dus je ziet, dit gaat allemaal heel vlot. Ik moet daar nauwelijks 5 à 10 secondjes op wachten. Terug me inloggen. Eenmaal dat je ingelogd bent, blijf je natuurlijk wel ingelogd. Maar we beginnen hier allebei vanaf nul. Dus moet ik dit wel een aantal keer doen. Maar goed, kijk, we gaan nu terug onze bibliotheken zien. Voilà, hier zijn ze. En als ik terug naar de bibliotheek van marketing ga, voilà, kan ik hier perfect het Lab9-logo uithalen. Voilà. Ik zeg niet dat het een mooie dia wordt, maar ik heb wel perfect iets uit mijn libraries gehaald, of uit mijn bibliotheken. Maar ook terug die ontwerpideeën heb ik verschillende voorbeelden. Dit ziet er al een beetje mooier uit, vind ik zelf persoonlijk.
We kunnen daar nog mee spelen, we kunnen dat positioneren, uittrekken, enzovoort, enzoverder. We gaan nu nog steeds de webinar 4 maart deze keer, niet 4 februari. Voilà, 403. Voilà, kijk. Dus je ziet, ik heb al een eerste dia gemaakt, zonder daar eigenlijk veel te voor moeten doen. Kies ik al andere ontwerpideeën. Dan kan ik perfect een andere opmaak kiezen met de elementen die ik heb. Dus mijn tekst blijft bewaard, mijn foto's blijven bewaard, enzovoort, enzoverder. Dus je ziet heel gemakkelijk hoe dit allemaal werkt in PowerPoint en in Word. Want Word en PowerPoint liggen heel dicht bij elkaar. Maar je ziet, ik heb hier al mijn elementen van mijn libraries ter beschikking. Kleuren, enzovoort, enzoverder. Kleurthema's. Zaken die ik met andere Adobe-applicaties, Adobe Capture in dit geval, heb opgeslaan. In de opleidingen gaan we uiteraard ook wel verder op Adobe Capture en hoe dat je zo'n zaken opslaat. Goed, kijk, dus een heel korte voorstelling van PowerPoint. Stel nu dat we dit eens gaan afsluiten. Mijn excuses, verkeerde knop. Ik moest op niet opslaan klikken. Hier. Voilà. En als we nu eens gaan kijken naar Teams, dus ons laatste pakket, dan kom ik uiteraard in de gekende omgeving van Teams. Dus als we eens kijken hier bij apps, maar je kan dit ook hier bovenaan doen bij die drie puntjes, kunnen we ook een app zoeken. Uiteindelijk, welke dat je gebruikt of welke knop dat je gebruikt, maakt niet uit. Dus als we hier naar Adobe gaan of zoeken, hebben we hier drie mogelijkheden terug. Ik ga even naar de App Store hier zelf. Dus alle apps zoeken, Adobe. Wat hebben we hier? Acrobat. We gaan eens voor Acrobat gaan. Sign en Creative Cloud hebben we al besproken. Maar kijk, ik zit nu in een chat met Acrobat. En eerst en vooral ga ik mij moeten inloggen, dat ik eigenlijk aan mijn bestanden kan. En dat Acrobat ook weet wie dat ik ben. Dus ik ga even kijken, sign in. Dus sign in, voilà. Het zit heel goed weggestoken, ik weet het. Maar als je dit typt, kijk, dan kan je perfect inloggen. Ook terug met jullie Adobe ID, enzovoort, enzoverder. Dus laat ik dat nog één keer doen. Voilà, mijn bericht. Eens kijken, normaal duurt dit niet lang. Voilà, kijk, hier heb ik het bericht. Dus 2-0-0 enzovoort. Voilà. Kijk, voilà. Ik krijg nu uiteraard een machtiging. Ik begin ook altijd vanaf 0, dat jullie weten hoe dat je moet inloggen. Zeker in de Teams zit het wel goed weggestoken. Terug even mijn wachtwoord. Voilà. En dan ben ik ingelogd binnen Document Cloud. Ook een andere cloud-omgeving van Acrobat, maar stel nu dat we eens naar Zeno gaan. Kijk, ik ga hem een testdocument doorsturen. Ik hoop dat Zeno snel antwoordt. Ah, voilà, hij is al online. Hij wist het. Dus, wat ga ik nu doen? Ik ga een document uploaden vanaf mijn computer. Even zoeken of ik iets van mijn opleidingen heb. Waar zit het hier? Voilà, hier werk. En dan kan ik eventueel naar een opleiding InDesign zoeken. Daar zit er zeker een PDF in. Opleidingen. Voilà, InDesign. InDesign basis, ja, hier onderaan. Voilà, en dan heb ik hier een magazine, bijvoorbeeld. Dat is iets dat ik in mijn oefeningen vaak gebruik. Maar kijk, ik kan dat nu perfect doorsturen naar Zeno. En het leuke is, ik doe even alsof dat ik Zeno ben momenteel, kan Zeno eigenlijk met die drie puntjes naar meer acties gaan en collaborate on PDF kiezen, waardoor dat we eigenlijk in een Acrobat-omgeving zitten zonder dat we Acrobat hebben staan. Dus je ziet, je kan perfect die PDF bekijken, maar we zitten nog steeds in Teams. Het leuke is ook dat ik er zelf comments kan plaatsen. Dus voilà, kijk, hier aan de rechterkant het comment. Dan gaat Zeno daar ook een melding van krijgen. Of zou ik daar een melding van krijgen? Want ik ben nu bezig in Zeno zijn naam, zo gezegd. Voilà, dus ik vraag nu of dit goed is. Je ziet ook dat ik direct een comment plaats. Ik kan die bewerken, ik kan die ook verwijderen. Dat is allemaal heel gemakkelijk.
Zeno zegt ook dat hij de file kan openen in de browser, dus dat is goed. Ik ga nu nog even typen dat ik een comment geplaatst heb en dat dit eigenlijk wel heel gemakkelijk ging. Voilà. Ik kan nog zeggen, heel makkelijk om dit te doen. Voilà. Uit te delen, dat is ook goed. Zo, dus dat zijn eigenlijk de drie manieren of de drie zaken die ik er vandaag heb uitgehaald. Het is misschien een minder korte webinar dan dat jullie gewoon zijn van ons en van mij. Maar goed, het zijn wel de drie zaken die ik op voorhand gezegd heb. Dus de Creative Cloud binnen Word. Dan vooral de cloud of onze libraries en stock in PowerPoint. En nu het Acrobat verhaal in Teams. Waardoor jullie zeker een aantal zaken mooi kunnen integreren. Vooral die samenwerking met marketing bijvoorbeeld. Dat jullie elementen vanuit de libraries of vanuit een gedeelde library in Word, in PowerPoint kunnen plaatsen. Dat er vanuit Teams comments kunnen geplaatst worden enzovoort enzoverder. Dus goed, kijk, mijn demo is afgerond. Ik ga nog even reclame maken voor onze volgende webinar. Dus onze volgende webinar is volgende week 10 maart om 9 uur. Haal meer uit je Apple devices met Jamf Pro. Voor degenen die Jamf Pro niet kennen, dat is eigenlijk een centrale locatie om al jullie Apple devices die daaraan gekoppeld is, te beheren. Dan kan je eigenlijk met één klik op de knop al de toestellen updaten enzovoort enzoverder. Goed, maar kijk, dit was mijn deel. Ik geef het woord graag terug aan Zeno. En dan tot de volgende keer. Bedankt. Super Vincent, dank je wel voor de uitleg van deze webinar. Je ziet het is heel eenvoudig in gebruik om zaken te gaan invoeren in Word, PowerPoint en ook het gebruik in Teams. Het Acrobat gedeelte was voor mij iets nieuws. Ik heb het gisteren ontdekt met Vincent, dat hij mij dat toonde en ik stond toch wel versteld van de mogelijkheden en hopelijk jullie ook. Je ziet het is een kortere webinar dan anders zoals Vincent zei, maar het is ook wel eenvoudig in gebruik. Maar ik merk toch wel dat het heel wat vragen ook heeft opgeroepen met jullie. En daarvoor hebben we nu wel nog tijd om daar even door te gaan. Dus Vincent, ik hoop dat jij er ook voor klaar bent voor deze vragen. Eerst kort even schetsen, want er werden ook wat vragen gesteld rond pricing en dergelijke. Dus enerzijds Labmine Pro is ook Microsoft Gold Partner. Dus alles van Microsoft licenties kunnen uiteraard bij ons aangekocht worden, want dat heb je uiteraard nodig als basis om in Word en PowerPoint en met Teams te gaan werken. Teams is een gratis applicatie, maar als je alle mogelijkheden wenst te gebruiken in samenwerking, dan heb je daar wel een licentie voor nodig en daar kunnen wij altijd bij helpen. Dan had Chris ook de vraag gesteld, wat is de kost voor de invoegtoepassing? Dus eigenlijk die add-ons die gebruikt worden. Daar kunnen we ook het vorige antwoord op geven. Dat is inclusief. Dat zit daar ingebakken. Die moet je eigenlijk gewoon standaard toevoegen. Dat zijn extra applicaties, maar deze zijn gratis. Dan was er ook een vraag, en daar, Vincent, misschien zal jij me even moeten helpen. Stel dat een Office-gebruiker, dus hij heeft zijn Office 365-licentie, maar hij heeft geen Adobe CC-abonnement, maar hij heeft wel een Adobe ID. Kan hij dan gebruik maken van deze libraries in zijn Microsoft-licentie? Als deze libraries gekoppeld zijn aan dat specifiek Adobe ID, dan gaat dit lukken. Let er wel op, bij een gratis Adobe ID heb je maar 20 gigabyte, als ik me niet vergis. Dus dan is de capaciteit van mogelijkheden binnen de libraries wel beperkter dan anders. Maar als die libraries perfect gekoppeld zijn aan die Adobe ID, dan gaat hij dat kunnen gebruiken, ook al heeft hij geen Adobe licenties. Dus ja, dat is mogelijk. Oké. Dat is super om te horen. Dus zo kan je eigenlijk onmiddellijk aan de slag gaan, ook met administratieve profielen in jullie bedrijf die deze assets nodig hebben, kunnen ze deze gebruiken. Dan ook wel nog een vraag die wel heel interessant is. Blijven bijvoorbeeld logo's ook steeds gelinkt met Adobe Library? Is daar een link, met andere woorden, als het logo wordt aangepast in de library, zal het ook gewijzigd worden in onze PowerPoint-presentatie?
automatisch gaat dit uiteraard niet gewijzigd worden. Je gaat er wel een melding van krijgen of een icoontje bij zien staan dat het aangepast is. Denk maar aan een modified link binnen InDesign of een missing link als het in het slechtste geval verwijderd wordt. Dus je gaat uiteraard wel je PowerPoint eens moeten openen, maar dan ga je wel zien staan of duidelijk zien staan van kijk, er is iets veranderd aan dit logo, wil je het opnieuw inladen? Je moet het niet opnieuw plaatsen enzovoort. Je moet het eigenlijk gewoon relinken, zeg maar. Dus het is wel heel gemakkelijk en je ziet het ook, maar automatisch gaat het jammer genoeg niet. Ja, inderdaad. Ook nog een leuke vraag voor binnen Teams, een applicatie die, zoals Vincent zei, nu heel hot is en in heel veel gebruikt zal zijn en in de toekomst waarschijnlijk ook nog altijd, dat zal niet meer verdwijnen. Maar is het ook mogelijk om InDesign-files en Photoshop-files te gaan visualiseren binnen Teams? Je kan ze gaan doorsturen, maar om ze te gaan visualiseren, ik denk dan naar een administratieve omgeving die InDesign wil openen, is dat mogelijk via Teams? Dat is een goede vraag. Daar heb ik zelf nog geen ervaring mee, maar ik vermoed van niet. Ik denk enkel, maar ik ga het opzoeken, ik ga daar ook op terugkomen. Als ik me niet vergis, maar dat is onder voorbehoud, kan je enkel de libraries ook raadplegen binnen Teams, kan je PDF's via de Acrobat add-on doorsturen, maar InDesign en Photoshop files op deze manier, dat die ze ook visueel worden, dat gaat niet. En ik zie mijn collega hier ook zeggen, dus nee, dit gaat jammer genoeg niet. Nee, inderdaad. We hebben daar nog altijd het native applicatie natuurlijk voor nodig om die codecs en van die bestanden te gaan bekijken. Dus dat zal niet lukken. Maar wat er nu nog niet is, kan er natuurlijk binnen de toekomst bijkomen. Het is software en in jullie abonnement hebben jullie altijd die updates. Dus hebben jullie daar ook altijd recht op. Dan nog wel een praktische vraag van Koen en die is ook wel zeer interessant is. Kan een dedicated library met assets gedefinieerd worden voor medewerkers? Dus bijvoorbeeld voor mijn boekhouding bijvoorbeeld. Kunnen we daar een library voor opzetten, waardoor dat zij de rest van onze assets niet kunnen zien van de marketingafdeling? Uiteraard. Dit kan perfect beheerd worden binnen jullie Creative Cloud-applicatie. Nu spreken we los van Microsoft. Maar dit kan perfect beheerd worden. En iedereen is uit te nodigen via een Adobe ID. Dus als jij zegt, enkel boekhouding mag deze library zien, of deze map binnen mijn library zien, dan nodig je enkel deze Adobe ID's uit en dan zien ze enkel maar die map. Het leuke is ook dat je zelf kan zeggen, je kan dan nog verder gaan, of ze deze enkel mogen weergeven of ook mogen aanpassen in het slechtste geval. Nu, ja, dat is iets volledig voor jullie. Maar nee, dat kan perfect. Je kan zeggen, die map wel, die map niet, enzovoort enzoverder. Ja, dus je hebt daar eigenlijk als marketingafdeling volledige controle over dat jullie assets geen pootjes krijgen, ik zal het zo zeggen, dat er geen zaken verdwijnen van ons harde werk die we telkens leveren natuurlijk. Dan nog een vraagje van Marielle, maar we zullen deze vraag, zij heeft wat problemen om die add-on toe te voegen in haar Teams, maar we zullen met Marielle contact opnemen om even te kijken waar het fout loopt. Dus Marielle, je mag een mailtje van Vincent verwachten om je verder te helpen. Dan nog een vraagje van Chris. Ik lees even voor. Voor alle duidelijkheid. Dus de kost voor de klant is een Adobe CC-abonnement. Hoeveel bedraagt die en is die gekoppeld aan één individu? Dus je hebt inderdaad... ik bedoel met... Chris, kan je even verduidelijken. Met de klant bedoel je de mensen bij jullie intern of bedoel jullie een externe klant? Mocht je dat nog even kunnen verduidelijken, kunnen we de vraag volledig beantwoorden. Want sowieso, ja, natuurlijk als je assets wil maken, heb je altijd een Adobe Creative Cloud licentie nodig. Die Microsoft licentie heb je ook nodig. En ze antwoordt me net. Het gaat hier omtrent een externe klant. Dus als deze klant wenst gebruik te maken van de assets, dus jullie maken een asset map of een library aan voor die klant, dan kunnen jullie eigenlijk de link doorsturen naar die persoon die dat wenst te gebruiken. Of je koppel je daar eigenlijk het Adobe ID aan, zoals Vincent er iets zei, is dat gratis? Kunnen we gratis een Adobe ID maken? Opgelet, je zit wel met een beperking aan ruimte, maar dan kan je die externe klant wel toegang geven tot de assets en kunnen ze gebruik maken van al jullie
assets die jullie ontworpen hebben voor die externe klant. Dus dat is wel een mogelijkheid dat jullie zo de klant kunnen verder helpen. Hopelijk is hiermee de vraag opgelost. Chris, kan je dan even bevestigen? Alvast bedankt. Ik had ook een opmerking gekregen van sommigen dat de streamingkwaliteit niet super was. We zullen dat oplossen in de opname, dat we even kijken waar het fout liep, zodat jullie zeker alles in detail mogen kunnen herbekijken. Ik ga nog even vragen aan Vincent om op de knop te drukken van de volgende slide. Vanaf fantastisch. Wensen jullie ook opleiding hieromtrent te volgen? We halen dit soort zaken ook aan in opleidingen, dan kan je altijd beroep doen op onze YearPass. Dat is een onbeperkt aantal dagen opleiding bij ons terrein, Adobe Creative Cloud Authorized Training Center, hier in Kortrijk, in Antwerpen en nu ook in Luik. Mochten jullie Franstalige collega's hebben, kunnen wij ook in Luik vanaf hier een opleiding geven. En dan kun je beroep doen op de YearPass, waarvoor je per persoon een vast bedrag betaalt voor een volledig jaar. En dan kan je onbeperkt aantal trainingen volgen bij ons Lab 9 Academy afdeling. Ziezo, onze webinar zit erop. Ik heb geen verdere vragen meer binnengekregen. Dus mochten er nog vragen zijn omtrent de Adobe-licentie, omtrent de Microsoft-licentie, omtrent mogelijkheden van het gebruik van deze add-ons, stel deze dan gerust via mail. Dat is heel eenvoudig via academy@lab9.be. Dan komt dat terecht bij onze trainers, als ook bij Vincent. En dan kunnen wij het gepaste antwoord geven op jullie vraag. En de opname mogen jullie dus in de loop van morgen verwachten. Onze excuses dat dat vandaag niet zal zijn, maar dat zal morgen zijn, zodat jullie alles kunnen herbekijken. En dan hoop ik ook dat jullie misschien volgende week woensdag is het, dan hebben we de webinar van Jamf Pro. Dat is een totaal andere webinar. Het is eens niet creatief, maar het gaat over het beheer van jullie toestellen. Misschien wel interessant, mochten jullie dat kunnen doorgeven aan jullie IT-dienst bijvoorbeeld, die daarmee bezig zijn. Breng ze gerust op de hoogte van onze nieuwe webinar. Dat zal ook terug een klein uurtje in beslag nemen. En daar gaan we dieper in op de beheersmogelijkheden van onze toestellen Mac, iPhone, iPad in ons bedrijf. Ziezo, ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Ik wens jullie een fijne dag verder, bijna weekend. Nog één dagje doorbijten en dan is het weekend. En dan zien we elkaar volgende week of horen we elkaar volgende week terug. Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot een volgende keer.